today. Yeah. I commit meant to prevent or treatment the needy people who are living in village or from the sick peoples. I commitment to for treatment in the future time after this building is construction completed. Thank you very much. Thank you. Een belangrijke dag voor Dipendra. Als eerste afgestudeerde arts van Koenina krijgt hij de leiding over deze kliniek. Dipendra komt uit een arm gezin. Hij heeft zijn vader nooit gekend en moest als kind gaan bedelen. Toch wist hij al van kinds af dat zijn roeping in de medische wereld lag. Het moment toen hij als klein jongetje geveld werd door ziekte. Namaskar. But at that time I was sick. I don't know at that time it was what is the cause for my problem in health problem. We are in the traditional community, so communities are, it is not go to hospital. It treated by traditional treatment, yeah. But I request my mother and neighbors, please me get to the hospital, okay? Then hospital diagnosed it is hernia, yeah, hernia. And then I want to be at that time, the future time, in the future time, I must be a really health worker, yeah. But I have been there at them that I have no money, my health background also very poor. Dankzij Koenina kon Dipendra zijn droom waarmaken. Zijn leerkrachten ontdekten al snel zijn bijzondere intelligentie en vertelden dit aan zijn peetouders. Die besloten zijn medische studies in Kathmandu te sponsoren. Momenteel assisteert hij in het hospitaal van Kanbari, het enige hospitaal voor talrijke bergdorpen. Vele zieken geraken hier helaas niet. Zo stierven afgelopen zomer 300 mensen aan de gevolgen van diarree. The biggest problem is pneumonia for children. Also worms, parasite, intestinal parasite is also. Many of the people are sick. Many people have problem by the different type of diseases, yeah, like diarrhea, gastritis, and there is a female problem like uterus prolapse, STD. The biggest problem in context of Nepal. Koenina hoopt met dit nieuwe ziekenhuis de geneeskunde beter bereikbaar te maken voor de bergbewoners. Aan de voet van de Mount Everest in het Solokumbu-district ligt op 3000 meter hoogte het Chiwon-klooster, een van de Koenina-projecten. Hier leven 35 monniken. Het klooster heeft een aparte plek in het hart van Sophie. Deze oase van rust doet je haast vergeten dat het leven hier bikkelhard is. Het is een heel hard leven hier. Het is hier heel koud. Het kan hier bikkelhard zijn. Oh, ik herinner mij als ik hier de eerste keren kwam. Die kinderen stonden in mijn blote armen, heel weinig aan. En het was hier ijskoud. Ja, ik had medelijden met ze en ik had zo direct een neiging om anorakken te kopen. Ik heb dat dan ook gedaan en ze dragen ze ook wel hoor, maar ja, als ze het niet hebben, dan ja, het is ook allemaal te duur. Hè. Ze eten heel sober. Het is heel de dag ook studeren en bidden. Voor kleine kinderen kunnen wij ons dat in onze westerse maatschappij niet indenken, dat het zo hard kan zijn. Tenzine is een van de jongste monniken. Op zijn 9e brachten zijn ouders hem hier naartoe. Velen vinden het een eer om een lama in de familie te hebben. Tenzine toont ons 4 zijn kamertje waar hij vele koude winternachten ondergaat. Gelukkig is er de houtkachel. Het boeddhisme is zo'n prachtige religie, een levenshouding eigenlijk, hè. Het is geen religie. Het is zo'n prachtige levensfilosofie.
waar wij als Westerling heel, heel veel zouden kunnen van leren. De verdraagzaamheid bijvoorbeeld. Hè? Verdraagzaamheid. Zijn wij nog verdraagzaam in het Westen? Hè? We zijn door alles geprikkeld. Hier, dat siert een boeddhist zo. Ja, dat is iets wat mij het meest aangrijpt. Dat die altijd rustig zijn, dat die geen ruzie maken, dat die altijd het goede uit de mensen halen. Dat is prachtig. Ik wil gewoon goed zijn in deze wereld. En dat is niet altijd makkelijk hoor, om goed te zijn in deze wereld. Mensen in het Westen denken vaak, als je goed wil zijn voor iemand, dat je dat altijd voor jezelf doet. En ja, daarom voel ik mij altijd ook zo goed in zijn ontwikkelingslanden. Omdat mensen kennen mij hier amper. En als je dan je goedheid eigenlijk ook kunt aanbieden, zonder dat je daar iets moet voor terugkrijgen. Dat is voor mij het hoogste doel. En het verhaal van Kunina gaat door en door. Sophie heeft besloten de bergen te veroveren. Haar ambitie reikt tot aan de grens met Tibet. Vandaag brengt ze al even een bezoek aan deze onontgonnen gebieden. Hier zagen ze nog nooit eerder een toerist en toch is de gastvrijheid groot. Allen weten dat Sophie hoop brengt. Hier zijn we in Hitia. En ik vind het ongelooflijk, want als je hier naar die mensen kijkt, mensen die hier geen toekomst hebben. En we kunnen hier echt voor al die kinderen een nieuwe toekomst aanbieden door ze educatie aan te reiken. Dat is eigenlijk de lange termijn visie van Kunina. Educatie brengen waar geen of nauwelijks hulporganisaties aanwezig zijn. Als Kunina hier binnen decennia iets heeft kunnen bereiken, oh, dan ben ik de gelukkigste mens van de wereld. Dit is het waar Kunina naartoe moet. We gaan heel de Makalu, de berg, inpalmen. We zijn goed op weg. We hebben al 1000 kinderen, maar dan worden er nog vele duizenden meer. De wieg waar we geboren worden kunnen we niet bepalen, maar de toekomst van deze kinderen kunt u mee een positieve wending geven. Via het gepersonaliseerde peetouderschap ziet u hen met eigen ogen evolueren. Dat maakt Kunina nu net zo uniek in België en Nederland. Er staan nog vele kinderen op de wachtlijst.